Ik vind kerstmis keigezellig. Met heel de familie rond tafel en dan samen lekker eten. Van die hapjes met bladerdeeg. Pompoensoepje. Kalkoen. En dat moment als die kerstdronk op tafel verschijnt. Het mooiste feest van het jaar, daar hoort lekker eten bij familie en vrienden. Samen met Delijze heb ik aan de mensen gevraagd wat ze lekker vinden tijdens de feesten. Deze week kook ik met Ruud Beekmans. Hallo iedereen en welkom in de feestkeuken. We maken nog altijd feestgerechten en vandaag gaan we beginnen met de hapjes. Lekker. Nachos in kommetjes. Elk een kommetje met de krokant gebakken gehakt. Mini pizzakjes. Een cocktail, martini tonic, met keiveel lekkere ingrediënten in. En dan een cranberry mocktail. Oké. Okay. Ja. Hier hebben we ze. Zo kook ik thuis ook. We gaan die wel een beetje opwinden. Dus, jij mag hier zo van die rondjes maken. Zo. Dat is een vierkant, hè? Ja, 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 ja. En wel, maar altijd het punt zo. Zie je? En dan... Nee. Och, echt? Zeg. Amai. Maar dat kan ik niet, hè. Origami en zo. Jawel, jawel. Dat is niet goed in. Alright, gewoon varkens gehakt. Ga ik opbakken in een klontje boter. Ik kan dat echt niet. Koken en knutselen, dat zijn twee dingen die ik niet kan. Nee. Ik betaalde vroeger andere kinderen om mijn PO-werken. Ik was daar eerste van de klas. Echt? Altijd. Als ik in de hotelschool zat, had je nog afdeling bakkerij. Ja. En dan moest je zo je eigen taartdoos ontwerpen. Ah, ik heb me daar echt in laten gaan. Ja, echt? Echt? Ja, ah, ik vind dat fantastisch, knutselen. Alleen chipoteren zo. Ja, ja, ik vond dat echt de hel. Voilà. Oké. Okay. Dit mag weg. En dan schoonvullen de potjes. Met de chipjes. Met de chipjes, ja. Voilà, zie je het gehakt? Zie je het gebeuren hier? Zo, mooi daar. Bruin. Ah, ja. Hmm. Perfect. Chipjes genoeg. Dat mag weg. We gaan zo van die... Je ligt fout. ...opgelegde pepertjes maken, zo zoet. Okay. En je mag die al zo gewoon in schijfjes. Ah ja, en die zaadjes mogen er... Alles mag erin. Alles mag erin. Ik kan niet snijden, jij. Hè, dat hoeft ook niet. Maar je zei dan tuwen met je mes, kijk. Nee, maar dat is niks. Ik wil u gewoon helpen, hè. Maar help mij. Kijk, hij doet zo. Ja, dat en is waar. Kijk naar dat mes. Je hebt zo, die offreert u een gans schoon stuk om te snijden. Dus... Glijden. Maar je mag ook dat pakken, hè. En zo snijden, dat hè. Dat is meer... Doet het gewoon voor mij. Hoe dat je relaxed blijft, dat is het belangrijkste. Alright, je zet die onder met ciderazijn, of wijnazijn of witte azijn. Want als je iets wil bewaren, moet dat wel onder staan. Anders kan de lucht daar nog aan en kunnen beginnen schimmeltjes krijgen. Ja, ja, ja. En nu is dat pikant en zuur, dus zoet. Zoet, please. En eigenlijk als dat 5 minuutjes gestaan heeft. Is dat klaar? Ah, echt? Ja. Wat hebben we dan nog nodig? Paprika in fijne stukjes gesneden en plukjes koriander. Lekker. Ja. Dus die mocht je gewoon plukken dat je blaadjes hebt voor er straks zo over te strooien. Paprika heel simpelweg in fijne brunoise. Dat zijn kleine blokjes. Hela. Goed, hè? Ik kijk soms naar u, hè? En jij mocht dan Ruud cheddarkaas erover strooien. Lievelingskaas van mijn man. Maar ik heb het ook wel echt heel graag. Ook tussen de kroksken zo. Hè. Voilà. We gaan beginnen met een minuutje of 3, 150 graden. Totdat dat gewoon schoon gesmolten is. Hoppa. Voilà, nog juist een beetje cayennepeper op het gehakt. Ik heb dat wel graag. Lekker pittig. Paprika gaan we, dat mag hierin. Dan staat dat klaar om erover te strooien. Huppakee. En dan beginnen we met de pizza's. Pizza, pepper. Hup. Dat is voor de nachos. Als je een gans menu maakt, hè, ik wil maar zeggen pizzadeeg
kunnen we vers maken, maar als je zo heel veel te doen hebt, dan is het zeer oké om gewoon kant-en-klaar deeg te hebben. Voilà. Ik ga een klein beetje bloem. Mijn... Het snijdt. Ja. Dan kan ik die daarop uitrollen en komen ze gemakkelijk los. Want ik wil daar kleine rondjes uitsnijden. Mini-pizzatjes. En wel ja, zo vind je dat je hop. Ja, in één keer kunt weghappen. In één keer kunt weghappen. Ma. Oké. Een doosje vol rondetjes. Dat, want dat krimpt nog een klein beetje. Dus allee, Sophie, dat is heel klein, niet? Het zijn mini-pizza's, hè. Het is gewoon neffens elkaar. Ik heb dat nu gewoon standaard liggen thuis, maar met een glas bijvoorbeeld. Ja, ja. Zo aperitiefglaasjes kunnen dat ook uitsteken. Of je zou ook gewoon vierkantjes kunnen snijden dan. Ah, ja, ja, ja. Dat gaat ook. Zoals? En dat is eigenlijk gewoon tomaat? Ja, een goede tomatensaus. Dat kan arrabbiata zijn. Of in dat je zelf je tomaatjes, een beetje ajuin, look, tomaatjes in stukjes, ja. Een beetje azijn op, een beetje honing. En dan laten dat onder een deksel sudderen, peper en zout, mixen. Och, echt? Dat is hoe dat je tomatensaus maakt. Ja, maar ja, ik heb mij dat al vaak afgevraagd. Ja. Voilà, ik heb hier chipolatakjes. En die ga ik in stukken snijden en die gaan er gewoon op. Op dat pizzakje? Ja. Ik ga die gewoon even zo plat drukken. Voilà. Voilà, ik ga eerst de nachos eruit halen. En dan kunnen de pizzakjes erin. Hè. Yes. Wow, deze ruikt heerlijk. Ik vind het zo wel lekker. Ja. Oké. Okay. Daar gaat dan het gehakt over. Wil je die schoon plank daar nemen, zo die langwerpige, dan kunnen we ze daar al op gaan serveren. Dus deze, voor een beetje kleur. Hè. Yes. De paprikatjes en dan plukjes koriander. En dan de opgelegde chilietjes. En dat is zo wat dat zuurig zo bij die kaas. Ja, dat is lekker. Dat is de max. Zinnekie. Dat is toch anders dan zo'n bokaal met die chips. Maar ja, dat is... En toch gemakkelijk. Ja, hè? Echt. Gehakt kunnen bakken, peperken snijden, een paprika snijden. Dat is toch allemaal... Ja, dat kunnen we nu nog wel hè? Te doen. Hè? Hier gaat nog juist geraspte mozzarella erover. En dan mogen ze in de oven. Yes. Rijkelijk besprenkelen? Of... Oh ja. Het is feest, hè. Voilà. Pizzakjes de oven in. It's cocktail time. Oh, my favorite time of day. Hoppa. We gaan eerst beginnen met de gewone klassieke cocktail, Martini Tonic. Dus dat is een heel lekker aperitief, een beetje bitter. Citroengras. Schuin aansnijden, omdat dat gewoon schoon is. En dan geef je die een paar toeken. En dat stout is gewoon... Stout citroengras. Dat is gewoon omdat lekker, die aroma's dan vrijkomen. Niet helemaal kapot, maar toch zo... Ja, nu is dat een bommetje, hè. Want als je daar zo aan rikt, is dat... Ja, niks. Nee, zwaar. Dus, belangrijk. Open... Dat wil ik ook eens doen, hè. Ja? Ja, een beetje. Laat u maar gaan. Beetje frustratie. Ik ondertussen op het einde van het jaar. Oh. Iedereen die het dit jaar moeilijk heeft gemaakt, of ik? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Nu is het moment om... Dat is juist, vergiffenis. En dan gember. Hup, erbij. Vind ik allemaal heel lekker, hè. Een paar takjes basilicum die we eigenlijk eerst gaan kneuzen. Hè, want zo is dat sava, maar je wilt die aroma's eruit halen. Dus gewoon zo. En nu gaat de martini erop, 8 centiliter. 2, 4,
Ja? Dus 8 is 2 keer de grote. Ja. Oh. Of 4 keer de kleine. Kan ook, hè? Dat kan ook. Dat is gewoon een bal. Zie, zalig, hè? Dat is toch ook voor de tijd van het jaar, hè? Ja. Kerstbalken. Voilà, 1 of 2. Mag wel 2. Hier gaat tonic water in, tonic water. En ik heb ook de ginger ale nodig. Voilà. Sorry. Die gaat hierbij. En dan gewoon afvullen. En dan een schoon blaadje basilicum, want die andere heb ik kapot gestampt. Ah, ja. Hè? Voilà. Dus voor de mocktail gaan we cranberries, hè, veenbessen, verse, een eetlepel. Een halve limoen. Allee, een kwartje. Uh-huh. En dat gaan we nu samen kneuzen met de veenbesjes. Dan gaat daar nog een takje rozemarijn bij. One for you, one for me. Voilà. Ook een geweldige ijsbal. En dan afvullen met de ginger ale. Maar dat is ook echt mooi. En wel ja, en allee, je hebt zo ook niet het gevoel van dat je dat met mijn water, met mijn muntblaadje. Nee. Dus, allee, het heeft toch iets meer, hè? Huppa, de pizza's. Oh. Ja, ja. Oh, die geur. Voilà. Zo is dat al lekker, maar ik wil daar nog een topolieke bij maken. Olijfolie. Een flinke scheut. Ja. Zo. Ja, 2 tenen look. En dan ga ik nog een klein beetje... roze... En dat dingetje van binnen, dat mag daar gewoon in blijven? Ja. Ja, ja. Lekker stinken. Maar. Voilà. Gewoon een keer het mes inzetten. Hoppa. Ja, dat is echt het einde. Hè. Dat gaat echt, want dat is heel basic, maar dit maakt dat eigenlijk dat het een feestje is. En als je dat dan over warme pizza's doet, oh, zot komen. Maar dat ruikt lekker zo. Ja. Oh. I know. Maar uw mensen die nu in de zetel zitten te wachten, die gaan dat ook zeggen. Ze ruikt. Dat ruikt zo goed, jong. Wat zijn jullie aan het maken? Ik kom. Kom eraan. Nu vind ik het toch echt lastig om dat niet rapenen. Zonder dat je het ziet. Zo. Oh! Weg te happen. Hoe ziet deze echt mislukt, hè? Die mag ik opeten. Heerlijk. Voilà, de mini-pizza's, de nachokjes en dan een heerlijke cocktail of mocktail erbij. Santekes, als je iets wil maken, je zegt hola, die pizza's, dat is iets voor mij. Of zo'n mocktail, of zo'n cocktail, of de nachos. Alles staat mooi uitgeschreven op vtmkoken.be. Santé. Jee. Santé, lieve Ruud. En morgen, Ruud, maken we vol-au-vent. Mm. Oh. Met frietjes, met boskwaddenstoelen. Een feestje. Mijn lievelingsgerecht. Oh, ik eet dat ook heel graag. Tot morgen, hè. Zeker kijken. Dat peperke is echt heel lekker. King. I love you. I love you too.